mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag doen we weer de Manchester City Managers carrière. Zoals jullie zien, we staan eerste, gedeeltelijk, met Manchester United, onze grote aartsvijand. We moeten natuurlijk wel gewoon eventjes veel wedstrijden gaan winnen. En dan worden we vanzelf een kampioen. En dat moet ook lukken met ons team. Kijk dan even wat een team. Ik vind het echt gewoon geweldig. Niet normaal. Jesus vind ik echt super chill. Al vind ik Aguero ook wel heel erg chill. Ik ga Aguero er nu weer even inzetten. Zo. Hebben we Dele Alli, Messi en De Bruyne. Ik ga denk ik Messi en Alli even omwisselen. Dan ga ik Silva daar neerzetten en dan Silva en De Bruyne. Even kijken, want hij is links inderdaad. Hij is rechts en hij is links. Oh, dat is apart. Nou, dat doen we gewoon zo, zo, zo. Dan hebben we hier Fernandinho Gundogan. Ik ga denk ik eens een keer voor Yaya Touré in de basis. En dan zetten we Otamendi er ook een keertje in. En dan vind ik het verder zo helemaal goed. Oké. Nou, zo doen we het. Dan gaan we nu gelijk beginnen met een wedstrijd. Waarom ook gewoon niet? Gewoon een wedstrijd tegen Stoke City zo te zien. Ja, Stoke City. Ik ben benieuwd. Ik hoop natuurlijk dat we gaan winnen. Waarschijnlijk wel. Ik hoop het wel. Ik zeg nog helemaal niks. Hun mogen lekker alternatief. Want anders lijkt het er echt gewoon te veel op. We gaan gewoon lekker beginnen met de wedstrijd. Ik ben benieuwd, zoals ik al zei. Maar we moeten natuurlijk wel gewoon gaan winnen. Want we willen natuurlijk gewoon het eerste seizoen al kampioen worden. En dat kan lukken door wedstrijden te winnen natuurlijk. Dus dat gaan we nu ook gewoon even proberen. Dus tot zo bij de wedstrijd. Shit. Dat was dus niet de bedoeling. Ik heb per ongeluk de commentaar nog aanstaan. Dus sorry. Nu moeten jullie lekker naar commentaar luisteren van Juri Mulder en shit. Ik had de commentaar eerst altijd uitstaan. En dan zette ik het een keertje voor de grap weer aan. Om eventjes te kijken van, hoe is dat nou weer zo opeens. Alleen ja, nu staat hij dus nog steeds aan. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, boeien. Messi. Aguero. Oh, ja. Nee, en hij schiet hem over. In open doel. Bernardo Silva. Schiet hem over in open doel. Nee. Wat een kans. En wat is dat verprutst. En dan moet hij het nu goed maken, Bernardo Silva. Naar Messi! Ja hoor! Messi scoort. Woe! Lekker dan. Messi, het eerste doelpunt. En een lekker balletje van Kevin De Bruyne. Kijk maar. Wat een lekker balletje. En dan schiet hij hem zo in. Goed doelpunt. Al zeg ik het zelf. Van Dijk. De verdediger van Nederland die nu bij Liverpool speelt. Van Southampton naar Liverpool. Dat is toch een droomtransfer, of niet dan? Daar is Messi weer. Ja hoor, wat een doelpunt. Niet normaal. Niet normaal, wat een doelpunt weer van Messi. Messi is echt gewoon... Ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar hij is gewoon unstoppable. Weet je wel? Hij is gewoon... Messi kan je niet tegenhouden. Als hij er eenmaal door is, dan raakt hij hem altijd. Marcelo, die vind ik ook zo goed. Nou, we staan voor in de eerste helft. Dus nu de tweede helft nog eventjes spelen. Komt allemaal goed. Zeker. Tuurlijk. Dat is wel leuk. Nou, de wedstrijd is gespeeld. 2-0 gewonnen. Op zich wel goed, maar ja.
de eerste helft stonden we 2-0 voor. En de tweede helft hebben we dus helemaal niks kunnen doen. Ja, dat is wel jammer, maar ja. Wat doe je eraan? Helemaal niks. Ja, jammer is het gewoon. Even kijken. Goed gedaan. 200 miljoen aan shirts verkoopt. Dat is heel erg veel. Wat hebben ze voor opstelling? Tapia, Hobbs, Sint-Juste, Amrabat. Verdediging begrijp ik niet helemaal. Waarom Sint-Juste en Tapia en Amrabat? Ik bedoel, Amrabat heeft één keer op rechtsback gespeeld of zo. Middenveld ziet er gewoon normaal uit. El Amali, Verlena, Toornstra. Die aanval, Berghuis en Boeijtje, snap ik nog wel. Maar waarom Kramer daar rond zit te snuffelen, dat begrijp ik niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer de volgende transferperiode gaat beginnen. Dat is nog lang niet. Ik dacht dat zal wel bijna zijn, maar nee, gewoon niet. Even kijken. Kovacic hadden we geprobeerd om te kopen, maar dat was ons niet gelukt zo te zien. Maar we kunnen het altijd nog een keer gaan proberen zometeen. Want ik denk niet dat het nog heel erg lang duurt voordat we hem weer kunnen gaan proberen te kopen. Dus dat gaan we zometeen gewoon lekker doen. Tenminste, dat hoop ik. Want hier Feyenoord. Alle clubs hebben trouwens 3 punten bij ons in de pool. Dat is wel grappig. Ah ja, wacht. We hebben natuurlijk ook niet zo heel veel geld op dit moment natuurlijk. Ja. Gaan we deze wedstrijd spelen? Ik weet niet. Kijk, het is voor de Champions League, maar het is wel gewoon tegen Feyenoord. En Feyenoord is geen geweldige club of zo. Dus wat ik sowieso even ga doen, is ik doe Dele Alli er even in. Dan doen we Fernandinho er even in. En ja, zo doen we het. En dan ga ik gewoon even deze wedstrijd simuleren tegen Feyenoord. Omdat, ja, gewoon. Ja, omdat het kan. Ik heb geen Soes erin gezet, nee. Huh? Serieus gewoon verloren tegen Feyenoord? Ik bedoel, oké, Feyenoord is de beste club van Nederland. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze kunnen winnen van Manchester City. Kom op zeg, wat is dit? City, ga aan de bak. Ga trainen alsof je leven ervan afhangt. Want dit kan natuurlijk niet. Dele Alli even trainen, volop trainen. Kom op dan. Centrale verdedigers, laten we Stones nog gaan trainen, want hij mag ook wel even aan de bak. En dan gaan we ook nog even Ederson trainen. Hopsakee. En nou, nu moet het wel goed zijn, want anders ga ik ze voor de rest van hun leven niet meer opstellen. Kijk, dat ziet er goed uit. Dele Alli 85 rated geworden. Dat zien we graag. Kijk eens aan, dat staat al een stuk leuker. 89, 93, 89, 85, 82, dat is dan weer jammer. 85, 83, 83, 84, 87 en 84. Allemaal 80, 80, 80, 80, 80. Ja, daar een wedstrijd tegen Burnley, volgens mij. Nee, Peru gaan we lekker niet doen, afwijzen. Ik wil gewoon bondscoach van Nederland worden. Dat lijkt me wel leuk. Ja, Burnley is dit. Laten we gaan spelen tegen Burnley. Want de Premier League vind ik nu op dit moment wel het belangrijkste. Eventjes niet de dinges. Ja, waarom hebben ze nou alleen maar shirts? Nou, dat doen we wel gewoon. Nee, dat lijkt veel te veel op elkaar. Weet je, dan doen wij wel gewoon. What? Kijk deze tenues. Dat is echt cool, ik zweer. Maar dan doen wij gewoon deze. En dan mogen hun lekker een uitshirt. En dan gaan we lekker de wedstrijd spelen. Oeh.
shit, ben ik weer vergeten die commentaar uit te zetten. Dat ga ik zometeen direct doen als ik het niet vergeet. Want waarschijnlijk vergeet ik het weer. Daar rent Kevin de Bruyne. Komt een heel eind. Daar loopt Messi. Oh, wat een redding van die keeper. Niet normaal. Even serieus, dat is toch niet normaal, die redding. Slechte paas van Gundogan trouwens, maar die keeper, jongen. Wat een redding. Dat is echt, je moet even normaal gaan doen, want dat is echt niet goed. Nou, juist wel, maar van ons niet. En dat is dan de 1-0. Van wie anders dan Lionel Messi. Hey, Messi, Messi, Messi. Aguero is de belangrijkste aanvaller, inderdaad, want het is de enige. Ja, in principe is Messi ook een aanvaller, maar op dit moment staat hij op het middenveld. Want daar vind ik hem echt geweldig. Ik zweer, ik vind Messi, die moet je altijd daar neerzetten. Nooit op rechts, nooit in de spits, maar gewoon altijd op cam. En dan echt gewoon recht achter de spits, want daar is hij echt het beste. En oh, Dele Alli. Zo, wat een doelpunt. Niet normaal. Doet hij even hoor. Dat doet hij even hoor. Niet normaal. Dele Alli maakt er 2-0 van in de 32e minuut. Lekker. Wat is Dele Alli goed bezig dit seizoen, zeg. Niet normaal. Kevin de Bruyne, ja, 3-0. Woehoe. Kom op dan, jongens. Burnley wordt helemaal verpletterd. Manchester City is gewoon de beste club ter wereld. Dat is nu gewoon zo. Nu Messi weg is bij Barcelona, is Barcelona gewoon niet meer de beste club ter wereld. Neymar weg, Messi weg. En dan gewoon. Dit is nu gewoon echt de beste club ter wereld. Mensen, weet je wat trouwens wel leuk is? Ik ga op 23 maart, misschien is het nu al wel 23 maart als jullie dit zien. Maar ik ga op 23 maart naar Nederland-Engeland. Helaas wel in de Arena in Amsterdam. Maar dat maakt verder niet zo heel erg veel uit. Maar dat lijkt me wel echt gewoon super leuk. Ik ga er naartoe met mijn oom en met mijn vader. En daar is Jesus. Komt erin en scoort ook gelijk. Maar Nederland-Engeland dus. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop echt dat dan die wedstrijd gewoon Harry Kane bij Engeland erin staat. En Bassi Dost bij Nederland. Hey, ik heb de Bruyne. Man of the match. Dat is echt naar, zeg. Nou, we hebben wel gewoon gewonnen met 4-0, dus wat zei ik? We hebben gewoon gewonnen met 4-0, dus we moeten gewoon blij zijn, toch? Ja, gewoon blij zijn. Want je wint echt niet zomaar, gewoon even met 4-0. Ja, behalve dan als je Manchester City bent en je moet tegen, wat was het? Ik ben nu alweer vergeten tegen wie we moesten, maar ja, boeien. Laten we Jesus maar weer eens even gaan trainen. Normale training. Sorry mensen. Ik moest even een boertje laten. Dele Alli gaan we gewoon weer eventjes trainen. Dan gaan we nu voor Stones weer. Oh, Stones is in rating naar beneden gegaan volgens mij. Oh nee, zo was hij al. Hihi. Laten we hier maar even een doelman. Ederson. Zo. Alles gaan simuleren. Ik ben benieuwd hoe ze het hebben gedaan allemaal. Dat ziet er goed uit. Ja. Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we gewoon verder. Dat is Carabao Cup. Geen idee wat dat is. Aangezien ze in Engeland de FA Cup hebben. Natuurlijk een van de grootste competities voor een beker. Voor de beker, zeg maar. Van de wereld, de FA Cup. En de langste volgens mij ook. Dat bestaat al het allerlangste. Maar ja, dat gaan we lekker in de volgende aflevering spelen. Ronde 4 alweer. Ik ben benieuwd wie er allemaal in staan. Even kijken. Oh. Serieus?
Nou ja, even kijken. Wat voor clubs moeten tegen elkaar? Ik zie daar Bournemouth tegen een of andere club. Ik zie daar twee clubs van een lagere league. Ik zie daar Chelsea tegen Leicester. Dat kennen we wel, dan weer wel. Stoke City tegen een of andere club. Arsenal tegen Burnley, dat zien we ook wel eens. Een of andere club tegen Brighton. En dan Crystal Palace tegen een club Wigan Athletic. En dan Manchester City tegen Norwich City. Oh, hier de ASEAN Elite Cup. Daar hadden we met 2-1 verloren van Paris. Waardoor Paris in de finale kwam. Maar wel verloor met 3-0 van Barcelona. Dus verder maakt het ook helemaal niks uit. De spelers zijn een beetje moe. Ik ga denk ik voor de volgende wedstrijd alvast even Stones erin zetten. En Jesus. Want Jesus deed deze aflevering weer heel erg goed. Dele Alli is in rating omhoog gegaan. Verder is het volgens mij allemaal nog hetzelfde. Dus verder niet veel veranderd. Nou, de volgende aflevering gaan we dus lekker voor de beker een wedstrijd spelen. Waarschijnlijk nog wel een paar wedstrijden. Maar dat komt allemaal de volgende video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie het leuk vonden, geef dan even een dikke blauwe duim omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende video hopelijk weer terug. Allemaal, doei!